Dit is een filmpje speciaal voor Gerald en voor Nelleke. Van Roderick. Kijk, Roderick is gisteravond bezig geweest met een wc-rol. Dat heeft al 3 uur geduurd. Hij had de grootste pret. Maar dit is wat het opgeleverd heeft. Nou, momenteel is hij redelijk moe. Het is 1:05 in de middag. Roderick. Hey. Roderickje. Dit is wel een van zijn favoriete plekjes. In de bench, waar hij in eerste instantie ook helemaal niet uit mocht. Maar nu mag dat wel. En dan zit hij er toch nog graag in. En voor meer plekjes. Hier heeft hij, dat zijn een paar van die hangmatjes van de katten. En dan zijn de beugels uit. Die zijn nog niet meer helemaal goed. Maar het is wel heel zacht materiaal. En dat vindt hij helemaal geweldig. Om op te krabben heb ik daar wat stukken plakband op de vloer gedaan. Dat vond hij fijn. Dit is een beetje rommelig, maar dit is het vraagteken. Daar zal ik nog eens een filmpje van maken. Er zit een balletje in en dat vindt hij echt helemaal geweldig. Er zijn allerlei katten die dit al heel leuk gevonden hebben. Het is een soort modelspoorrail. En dat kun je ze maken als je wil, maar de mooiste vorm is in de vorm van een vraagteken. Want dan kan hij in het midden van die bijna ronde cirkel zitten. En het balletje gaat er omheen. En hij probeert van alles om het balletje te pakken, maar die kan er dus niet uit. Hij gaat boven op de rails zitten en gaat het balletje onder hem door. En nou, dat is geweldig. Hé, hey, moet je niet eventjes poseren? Oeh, het beeld is niet erg stabiel. Volgens mij zitten de tralies er in de weg. Nou, hij is echt moe. Hij is echt moe, hè? Of zit je helemaal vol gegeten? Is het dat? Je hebt ook al veel gegeten, hè? Dus kunnen we nu wel even wat met het vraagteken doen. Hé? Waar is het balletje? Kun je hem pakken? Ga hem maar pakken. Pak hem dan. Hé, hey, moet ik het doen? Het is zo gemaakt dat het balletje dus precies achter zo'n... hoe noem je dat? Achter zo'n stuk plastic verschuilt. Gaat er met zijn hele arm in regelmatig. Nog... ik moet hem even schoonmaken, want er zitten wat etensresten die erin geknoeid heeft. Dus hij loopt nu niet zo vrij als dat hij anders wel loopt. Maar dit vindt hij echt helemaal geweldig. En Martine vindt het ook erg leuk trouwens. Ondanks dat ze al 11 jaar oud is. Hij is nu bijna 13 weken. Overmorgen is hij 13 weken. Hé, boefje, kijk eens. Kun je hem pakken? Ga hem maar pakken. Ja, mijn camerawerk is niet alles, maar... Ga hem pakken dan. Pak hem hoor. Hij is er totaal door gefascineerd. Hij heeft al van alles geprobeerd. Hij heeft geprobeerd het plastic stuk te bijten, want dat balletje dat moet er natuurlijk uit. Maar dat gaat dus niet. Moet wel de kat in beeld houden, niet het balletje natuurlijk. Roderick, ga hem pakken dan. Ga een balletje pakken. Nou, hij is duidelijk een beetje vermoeid en hij is ook wel volgevreten. Hij heeft echt veel gegeten net. Het beest eet gewoon een heel blikje met voer op, hè. Maar hij groeit ook als kool. Kun je hem pakken? Ga hem pakken. Dan zit hij weer het plastic stuk te proberen te bijten, maar dat lukt dus niet. Kijk. Dat gaat niet hoor, dat gaat niet stuk. Het pootje dat zit erin, zie je. Pootje. Pootje. En als je probeert te pakken, ja, dan schiet het balletje juist weg, hè.
Het is heel gemeen lijkt het, maar hij vindt het echt geweldig. Die katten vinden het heel erg leuk. En ik heb het ding gekocht in de aanbieding voor €12. Ik denk van nou zou het geld wel waard zijn. Maar dat heeft het al meer dan 10 keer opgebracht. Ik zeg, pak hem maar. Het mooie is, hij zit er nu bovenop, dus als je niet oppast, dan gaat hij onder hem door en dan weet hij niet hoe hij het heeft. Oh, wacht even, wat heb je daar dan? Dan heeft hij een ander speeltje wat hij probeert erin te doen. Ik weet niet wat het is. Oh, een knijper. Ja, ik ben niet best in mijn camerawerk vandaag. Ik volg voortdurend de kat niet. Hé. Hey. Hij kijkt heel zorgelijk. Nou, ik denk wel dat dit mooie beelden zijn. Oké. Okay. Hey, groet.